Hey, goeie. Hey, Cosmo. Hey, kijk, je ziet hier allemaal kleine sprietjes. Dus dat is een nieuwe. Dat is nieuw. Dat zou het zijn. Ik weet niet, maar het is iets wat groeit. Dat is wat weer eten is voor ons. Dus dat is fijn, toch? Dus je hebt hier de zon. Daar. En hier. Even kijken, lukt dat zo? Je hebt hier ergens ook de maan. Ik zie hem daar wel, maar als ik hem zo bekijk. Maar wat wel grappig is, er zit nog wel vorst op het gras. Op het gras, ja. Dus het is wel unmunig koud geweest. Het is wel koud geweest. Ik heb heel veel nachten had ik mijn lieve vriendinnetje naast me. Volgens mij is het even kijken. Ik had woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ik had 6 nachten had ik mijn vriendinnetje. Dus gisteren, of afgelopen nacht, kon niet. Want je moet er. Soms moet ik nog even niet samen slapen, toch? Dus ik had zoiets. Oh, lekker. Ik ga lekker om 8:30 aan de bed. Om 8:30 al. Toen zei ik om 7:30 van. Oh, is het al bedtijd? En tegen mijn jongens. Ja, jongens, ik ga zo wel naar bed hoor. En ik heb er wel zin. Dus toen moest ik nog met Hemmers hobbelen, natuurlijk. Nee, Hemmers en Maurits. Je moet wel even wandelen. Kort, Kortie. Ja, je moet wel wandelen, toch? En toen, shit, ik heb nog was in de wasmachine liggen die nog opgehangen moet worden. En toen begonnen er echt opeens 3 of 4 mensen van tegen me te praten. En niet van hoi, doei, maar ook nog best wel serieus en zo. Dus dat was, sorry dat ik een beetje weinig terugpraatte. Dikke vraag. Dus toen lag ik eindelijk. Nou. Ja, wat was het? 9:15, 9:30 of zo lag ik in mijn bedje. Dus ik was er helemaal klaar voor. Ja, 9:15 denk ik. Kom, Kwas, we gaan weer terug. Ja, je kan hem maar niet zien, hè. Maar hij zit. Nee, je moet me even geloven, maar hij zit er hier wel ergens. Maar. Ja. Misschien als ik terug selectie van daar is die. Ik vind het wel gewoon niet leuk zo. Zon in mijn oor. Maar. Wel gek trouwens, van toen dus. De maan is nu daar en een week geleden was de maan daar of zo. Maar ja, ik was bijna klaar om te slapen. En toen ging om 9:30 ging de wifi uit voor mijn jongens. Dus dat is wel. En dan is bedtijd voor hun, zeg maar. Dus, en ik hoorde gestommel en opeens ging de deur, ik slaap beneden, ging de deur tussen de woonkamer en mijn slaapkamer ging open. Dus toen kwam Samuel al eraan, ja, ik wil bij jou slapen. En toen kwam Simon, ja, ik wil ook bij jou slapen. Dus toen gingen ze nog even alles verbouwen. En toen was het van, ja... Ja, toen gingen ze nog een hele discussie over V-Bucks houden. De munteenheid in Fortnite. En van ja, en dit en dat. En ik zei, jongen, ik vind het allemaal prima, maar anders gaan jullie even lekker over V-Bucks dromen. Ik ga slapen. Dus toen was het. Ik was om 1:10 ben ik in slaap gevallen volgens mijn horloge. Nou, mijn horloge kan het weten, toch? Die kent mij. Oh oh. Hé, hey, kan je maar. Woef. En toen was om 6:00 vonden de kat het wel weer goed. Die waren wel weer naar binnen. Dus van 10 tot 6. Ja, ik had op meer gehoopt. Maar ja, het is me niet gegund. En ik denk dat ik nu weer wat nachtjes met mijn vriendin te slapen. Dus dat is leuk. Het is leuk, maar... zij moet iets vaker zeggen, ja, ik blijf nog even liggen. En ik moet iets vaker zeggen, zullen we iets in de bed gaan? Dus dat, of zullen we gaan slapen? Ik krijg een beetje koude hand. Dus ik wens jou een hele fijne woensdag. En dus, doei.